Té Lau is popmuzikant. 30 jaar geleden wordt hij als door de bliksem getroffen door de Beatles. En Té weet, dat wil ik ook. Er volgt een lange, moeizame weg. Voordat hij in 1979 The Scene opricht, heeft hij al een carrière achter de rug. In bandjes als Tortilla, Turquoise en in de Nederlands Hope Express met Freek de Jonge en Bram Vermeulen. De bezetting van The Scene kent tientallen wisselingen. Met de komst van bassiste Emily Blom van Assendelft begint volgens Té The Scene pas echt te bestaan. Té is ook producer van onder andere de Truckene Kex. En Kex Rick de Leeuw produceert The Scene. Hier zitten ze samen achter de tafel. Het succes begint pas echt in België. Met als onmiskenbaar hoogtepunt het optreden op het Torhout Werchter Popfestival. Voor meer dan 50.000 mensen. Hier nog tijdens de soundcheck dus. Gouden platen, een Edison en onlangs de popprijs van 1992. Het gaat goed met The Scene. Té, wat is The Scene voor een band? The Scene is vooral een enorm onhomogene band. En het vreemde is dat we hebben een enorm leeftijdsverschil. Er zitten eigenlijk drie generaties in The Scene. Er speelt een vrouw bas. Er zijn vijf verschillende muzieksmaken. En ik denk dat we het minst ruzie hebben van alle Nederlandse bands die ik ken. De band bestaat nu 14 jaar inmiddels? Nou, de huidige band bestaat vanaf 86 ongeveer. Maar je bent er in 79 mee begonnen. Ja. Maar je hebt nog maar sinds kort eigenlijk erkenning. Ja. Hoe komt dat? De oude Scene, dat was ook deels mijn schuld. Die deed wat een hoop Nederlandse bands deden. En dat was toch een beetje aanhobbelen achter het geweld uit Engeland en Amerika. En vanaf het moment dat het Nederlandstalig is geworden, het mooiste nog van het... overschakelen naar totaal Nederlandstalig was dat we in één klap dat juk van die frustrerende superioriteit van de grote Amerikaanse en Engelse acts van ons af konden werpen. Was dat een juk? Ja, dat is heel vervelend. Waarom? Ja, dat vervelend is, snap ik, maar waarom is het een juk? Nou, het heeft mij mijn leven lang achtervolgd. Hè. Toen ik begon te spelen, toen had je die Haagse bands die, ja, als je dat nu terug hoort, was dat gewoon een kopie van de Beatles, maar dan op provinciaal niveau. Emotions. Ja, de Earing stegen iets bovenuit. En dat is jaren zo doorgegaan. Dan kreeg je een keer kans om op tv te komen, weet je wel, zoals nu. En dan speelde er ook een Engelse band waarvan niemand ooit gehoord had. En die kreeg natuurlijk alle egars en die pakte daaruit. En die ging ook werkelijk dwars over ons heen. Ze waren ook beter? Ja, absoluut. Ja, ja. En een deel van de oorzaak is volgens mij zit hem wel in de taal. Omdat je
ja, iedereen zong in het Engels, maar niemand beheerste het echt natuurlijk. Je had ook toen nog niet die enorme hoeveelheid Engelse televisie. Mm. Dus het lijkt nu wel alsof iedereen van rond de 15, of ze nou in Stockholm, Milaan of Garmisch-Partenkirchen of noem maar wat wonen, of die allemaal vloeiend Engels spreken. Dat was in die tijd helemaal niet zo. De teksten waren dan ook, waren er ook naar. Mm. Zeker mijn teksten. Je had ook in... Het is een mengsel van dat en van dat ik op een gegeven moment, nou, rond 85 kreeg ik door dat het niet goed genoeg is dat je in de oefenruimte zit en aan je muziek sleutelt en af en toe eens een optreden doet en dat zijn er dan 3-4 per maand en je bent dan een hele band in dat stadium als je er 5 of 6 per maand hebt. Maar ik begon op een gegeven moment door te krijgen van je moet ergens naar kijken en je moet bijvoorbeeld eens beginnen met je te realiseren voor wie je nou eigenlijk aan het zingen bent. En toen kwam ik er al snel achter dat degene voor wie ik 8 jaar gedacht had dat ik daarvoor stond te zingen, dat de laatste personen waren voor wie je moest zingen. Namelijk die hele die leren jekkenbrigade van jongens die, ja, die gewoon een beetje macho, street credible zanger willen zien. Die zeg maar. Waarvan ze min of meer volgens mij verwachten dat hij hun voor kan gaan op het oorlogspad indien nodig en zo. En dat zijn dus allemaal dingen die ik totaal niet in me heb. Dus het één ding wat ik bedacht van nee, je moet voor de meisjes zingen. Voor de meisjes zingen? Ja. Waarom? Ja. Nou, dat was aanvankelijk meer op instinct. Laat ik zeggen, ik kan ook makkelijker met vrouwen praten dan met mannen in de regel. Dus leek het ook logisch om dat met het zingen hetzelfde te doen. En ik kwam er al snel achter dat als je de meisjes overtuigt, heb je de jongens meteen. Ah, ja. Want, ja, want jongens zullen nooit durven twijfelen aan iets waar hun vrouw in gelooft, zeg maar. De scene is 33 of misschien wel 56 keer van samenstelling veranderd. Ongetwijfeld. Ja, totdat je de bassiste kreeg. Emily. Blom als een Delft. Ja. Jij wilde per se een vrouw in de groep. Nou, niet per se, maar dat had wel mijn voorkeur. Want ik had een aantal bands wel eens gezien die met vrouwelijke bassisten speelden. En toen viel me op dat die een iets ander soort... Het eerste wat me opviel was dat ze een iets ander soort geluid hadden dan bands met zeker dan rockbands met mannelijke bassisten. Wat was het verschil? Ja, een beetje technisch verhaal onder andere. Maar mannelijke bassisten die hebben nogal de neiging om te plukken, maar die spelen in het algemeen nogal macho. Het ziet er ook vaak erg onsympathiek uit, vind ik. Dat soort bassen, dan met van die gespierde vingers. En die vrouwen die hebben dus de neiging om, althans zeker Emily, omdat dat ding zet ze dus vrij hard. En dan gaat ze de knop van het diepste laag ook omhoog. En dan speelt ze dus, ja, niet zachtjes, maar ook niet overdreven hard. Maar het is dus een hoeveelheid dreunend lawaai wat je om je oren krijgt, wat ik nog nooit van een man gehoord heb. Alles
heeft iets of iemand je leven uitgewist. En niet dat van iemand anders, die door niemand wordt gemist. Mijn hoofd schreeuwt moord en brand. En ik kijk naar het werk van God, naar de gaten die het slaat. En de zon verlicht de lege plek die je achterlaat, die ik zie als het werk van God. En ik kijk naar het werk van God, naar de gaten die het slaat. En ik kijk naar het werk van God, de gaten die het slaat. En de zon verlicht de lege plek die het achterlaat. En die ik zie als het werk van God. Je houdt erg van blues. Ja, nou ja, het eerste wat ik mooi vond was de Beatles. En meteen daarna kreeg die golf van, die ontstond in Engeland met groepen als John Mayle en de Bluesbreakers. Toen de tijd met Eric Clapton. Mm-hmm. Die 6 Grammys die hadden ook wel door die band gewonnen mogen worden, wat mij betreft. Wat trok je in die blues zo aan? Ja, dat is weer zo'n moeilijke vraag. Het enige wat ik erop kan zeggen, ik kom een beetje uit boerenland en zo. Hetzelfde wat al die boeren erin mooi vonden. Maar dat was echt gewoon de bands in Alkmaar, Bergen en omstreken. Dat waren Rob Hoeken en QB and the Blizzards. En verder boeren en floten we alles weg. Dat vonden we mooi, hè? En waarom floot je QB and the Blizzards niet weg? Ja, wij stonden er echt vooraan van zo, dit is... Zij zijn te gek. En, omdat ze uit Grollo, Drenthe kwamen? Weet ik veel. Ik weet alleen dat was zo. En dan kwamen bijvoorbeeld toentertijd de Motions of zo, dat vonden we mietjes. Ja. Wat gek is, dat de T-set...
Uit Delft? Uit Delft. Die speelde toen zo. Dat waren mietjes, liet ik me vertellen, want dat wist ik ook allemaal niet precies. Maar die vonden we wel weer heel... Die band die straalde een soort straatvechterige boosaardigheid uit. Dat sloeg ook meteen aan. Ja. Maar het was voor alles, was het QB and the Blizzards en Rob Hoeken. Heb je wel eens getwijfeld? Nou, alleen vlak voordat de punktijd aanbrak, toen werd er zulke vreselijke muziek gemaakt. Toen had je elke muzikant droeg toen met name de bands Little Feat en Steely Dan op handen. En ik vond het verschrikkelijk. En je las ook alleen maar in muziekbladen over dat die weer dood ging en dat die weer dronken op het podium hadden gestaan. En het ademde allemaal zo'n sterrendomachtige zelfgenoegzaamheid uit die hele rockmuziek. En het waren ook inderdaad van die doorgedoopt en doorgezopen, zichzelf verheerlijkende types. En toen heb ik een tijdje overwogen om er echt helemaal mee te stoppen. Dat ik dacht van, nee, dit heeft geen bestaansrecht meer, dit is niks meer. En toen kreeg je dus de punk en de new wave-beweging. Ja, met Elvis Costello, Joe Jackson. Ja, maar het begon natuurlijk met de Sex Pistols. Ja. En ik snapte wel dat ik met inderdaad de punk-tak van de beweging dat ik er helemaal niks mee te maken had. Waarom niet? Ja. Andere generatie. Andere instellingen. Ik heb dus wel jaren met Turk en de Keks gewerkt, die wel als een soort punkband begonnen, althans. Dus ik kon er wel goed in vinden, maar ik kon er nooit bij horen bij zoiets. Maar Joe Jackson en... Dat wel, maar ja, dat was dan weer de, zeg maar, de CNA-tak van de harde... Oh, dat was wel weer het harde wat gestreken. Is gewoon met de, ja, dat is toch een soort popmuziek die gemaakt werd met de wetten van die door de punkbands waren neergezet. Dus simpel en recht op het doel af en niet dat gefreak. Ja. Je hebt een aantal idolen gehad. Ja, je hebt ze niet meer. Zo, Op een gegeven moment laat je dat los. Maar dat is ook bittere noodzaak, want als je idolen hebt, dan heb je de neiging om aan de hand van je idolen te gaan lopen. En dat mag na een bepaald punt mag dat niet meer. Omdat je daar te oud voor bent? Nee, omdat je dan op eigen benen moet kunnen staan. Omdat je dan geacht wordt zelf iets te bedenken. Want als je echt idolen hebt, dan neem je ook... Natuurlijk, ik bedoel, je pikt altijd trucs van mensen. Je zit altijd te kijken van hoe doet die het, hoe doet dat. Maar echt de relatie met een idool, dat gaat te ver. Dan ben je de hele tijd erger, is een plek in je hoofd zwanger van je idool. Nou ja. Maar Steve Winwood was er één. Ja, omdat hij alle instrumenten die in de band zaten kon spelen. Voornamelijk. En omdat hij heel muzikaal was. Was. Nou, Muzikaliteit gaat nooit over. Hij is het nog wel, maar hij is wel een beetje... Hij maakt nog wel weken muziek, vind ik. De laatste dingen die ik van hem gehoord heb. En toen de tijd had hij... maakt hij zeer krachtige muziek. Ik vond een hele opvallende keuze in je voorkeurslijst Jacques Brel, ja, met het nummer Ces gens-là. En er zijn wel eens momenten dat ik denk dat zijn beste nummers, dat ik misschien wel diep in mijn hart vind dat die eigenlijk alles overtreffen wat ik in rock of popmuziek ken. Wat is dat dan? Ja, geweldige. Dit nummer bijvoorbeeld heeft een geweldige diepte. Nou, als je praat over identiteit, dan is het gewoon, zelfs nu nog, kan je meteen... Ik versta niet eens Frans, ik weet meteen waar het over gaat. En puis à la toute vieille, qui en finit pas de vibrer,
et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. On compte. Nou, zo'n nummer van Jacques Brel, dat is een... Dat zou je dat, willen maken? Nou, dat is een doelwit, ja. Zo, om iets van die kracht en van die grandeur te maken, dat is zeker een doelwit. Sta je er nog ver vanaf? Nou, dichterbij dan een paar jaar geleden. Ik weet niet hoe ver dat is echt moeilijk te zeggen. Nog één nummer nu van The Scene. Dat is een nummer dat staat op een cd die in dit najaar zal verschijnen. Dat nummer heet De Schaduw van het Kruis. We'll be right back.
Maar de scene is nu... ja, instituut inmiddels. Ja? Ja. Na zo lang. Met zoveel succes op festivals. Ja. Popprijs. Ja. Het is een gevaarlijk woord, instituut. Voor je het weet ben je fossiel. Tot zover.